Welkom bij een nieuwe aflevering van Twente onderneemt. Vandaag zijn mijn gasten Raoul Werger van Auxilion en directeur van het World Trade Center Twente, Freek Faber. En natuurlijk gaan we kijken naar een van de interessante objecten uit het prachtige museum Twentse Wellen waar we hier te gast zijn. Voordat ik in gesprek ga met Raoul Werger, gaan we eerst kijken in zijn bedrijf Auxilion in Enschede. Auxilion is een IT-bedrijf dat sinds maart 2010 is gevestigd in een van de karakteristieke panden aan de Enschedese Bodderkampsingel. Ooit begonnen vanuit de passie van twee WizKids, is dit bedrijf uitgegroeid tot een organisatie die diensten levert op de vier focusgebieden: internet services, datacenter services, storage en verbindingen. De ruim 8000 klanten van dit Twentse bedrijf variëren van relatief kleine particulieren met een eenvoudige website tot grote zakelijke gebruikers met duizenden webwinkels. In de hostingbranche zijn ze een middelgroot bedrijf wat naar eigen zeggen het beste van beide werelden combineert met een milieubewuste insteek. Groot genoeg om over de juiste middelen en kennis te beschikken, maar klein genoeg om een hoog en persoonlijk serviceniveau te kunnen waarborgen. Ook dit bedrijf laat zien dat Twente onderneemt. Raoul, welkom bij Twente onderneemt. Wat is Auxilion voor een bedrijf? We zijn een internet hosting provider uit Enschede. Wij faciliteren eigenlijk domeinnamen, websites, hosting, servers en een stuk opslag op het internet. Eigenlijk zorgen wij ervoor dat alles zeg maar, wat je online moet houden, online gehouden kan worden. En dat doen wij vanuit verschillende datacentra in heel Nederland. Oké, en hoe zijn jullie daarmee begonnen? We zijn ooit gestart als grapje in 2000. Ik samen met mijn compagnon Jeroen. Wij hadden destijds een idee en dat wilden we heel graag online zetten. Dat hebben we destijds bij een provider gedaan en waren eigenlijk zo teleurgesteld in de kwaliteit en de service die wij kregen, dat we dachten, nou, dat kunnen we ook wel zelf gaan doen. Dat zijn we gaan doen. We hebben een servertje gekocht in het datacenter in Amsterdam neergezet. En vandaar uiteindelijk verder gegroeid. We hadden wat ruimte over. Dat zijn we gaan verhuren. Dat is eigenlijk hosting. Het verhuren van ruimte op het internet. En dat is eigenlijk gewoon van kwaad tot erger gegaan. En steeds verder geprofessionaliseerd. En inmiddels 8000 tevreden klanten door heel Nederland heen. Oké, een servertje is een computer waar een website op staat. Ja. We hebben de film gezien, we zijn bij jullie op bezoek geweest. Ja. Maar ik heb eigenlijk nergens een kast gezien waar al die servertjes in staan. Nee. Waar staan al die computers? We hebben alle servers in datacenters staan. Niks vanuit onze kantoorlocatie hier in Enschede. Dat is alleen puur een werkplek. We staan in verschillende datacenters, zowel hier in Enschede als Hengelo. Amsterdam op twee plekken en in Duitsland ook nog. En Zwolle hebben we ook nog een datacenter waar we gebruik van maken. Waar we dus eigenlijk alle servers staan. Ja, en ik heb gehoord dat je ook nog plan hebt om iets in Hengelo te gaan doen. Ja, Hengelo is net weer een nieuw state-of-the-art datacenter gebouwd. En daar willen wij heel graag naartoe. Gaat ook gebeuren, waarschijnlijk dit najaar al. Het mooie van Hengelo is dat het heel dicht bij Enschede is. Dat betekent dat je eigenlijk op twee locaties de data online kunt houden. Klanten die heel hoge uptime eisen van bepaalde applicaties of software of websites, kunnen wij op die manier heel goed bedienen. Oké, want dat klinkt heel ingewikkeld, hè? Maar ja. Je hebt een heleboel klanten, een heleboel webwinkels heb je als klant. Ja. Als zo'n computer of een systeem uitvalt, dan zit eigenlijk de winkel op slot. Ja. Hoe kan je dat voorkomen? Dat kan je op makkelijk eigenlijk twee manieren voorkomen. Tegenwoordig, vroeger was het zo dat in een computer zaten een aantal onderdelen. Die onderdelen trek je als het ware uit elkaar en je zorgt dat je dat verspreidt over bijvoorbeeld de opslag. Wat vroeger nog een harde schijf gebeurde in een computer. Als die kapot ging, dan lag de hele server eruit. Nou, tegenwoordig is dat niet meer zo. Daar heb je SAN-systemen voor. Dat zijn opslagsystemen met allemaal harde schijven erin. En als daar één schijf van kapot gaat, dan draait het systeem gewoon door. Ten tweede kun je het geografisch dus spreiden. Op het moment dat je zorgt dat je op twee locaties, zeg maar beide websites of webwinkels bijvoorbeeld, hebt draaien en één locatie zou uitvallen door wat voor reden dan ook, dan kun je op de andere locatie gaan doordraaien. Oké, dus je spreidt het risico in feite? Ja, het is puur inderdaad risicospreiding. Ja. Oké. Okay. Ja. Internet is een belangrijk deel van ons dagelijks leven, van ons werk. Als je nou eens een tijdje vooruit kijkt, wat zie je als trend voor de komende jaren? Ja, je ziet met name een enorme groei in de eigenlijk explosie in dataopslag. Hè. Steeds meer bedrijven zijn afhankelijk van het internet. En kijk maar tegenwoordig wie
nog zonder internet kan in de bedrijven. En je ziet daarbij een toenemende vraag naar opslag van data in een beveiligde omgeving. Mm-hmm. Met name op dat storage vlak zie je gewoon continu een stroom van meer data. Storage, dat is het opslaan van gegevens? Ja, puur opslaan van gegevens inderdaad. Kijk maar naar YouTube, hoe hard dat gegroeid is, dat moet je ergens kwijt. Al die data van die filmpjes moet je ergens kwijt. Archieven tegenwoordig van bedrijven die hun archief niet meer op papier hebben, maar digitaal. Al die data moet ergens worden opgeslagen. En dat kun je dus doen in een datacenter waar dat soort faciliteiten zijn. Oké, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel bedrijven zijn die in die markt springen, die dit soort diensten aanbieden. Ja. Waarom komen mensen bij Auxilium? Met name, voor ons is het ook een keuze geweest om te springen een beetje in een niche maken. Wij zitten heel erg, focussen wij op hosting. Er zijn heel veel bedrijven die dat ook doen, maar die kiezen dan voor een breder portfolio. Wij hebben gezegd, we zijn goed, heel goed in één ding, dat gaan we doen en daar kiezen we de state-of-the-art apparatuur voor. Daarbij zijn we in die zin nog relatief klein bedrijf dat je met 15 mensen kunt werken, maar toch heel veel klanten kunt bedienen. Waarin we kiezen voor een persoonlijke aanpak voor klanten. Dus we hebben ook sales consultants die gewoon naar klanten toe gaan. Er zijn weinig partijen in ons business die dat doen, die op die manier contact houden met klanten. Het is een stuk persoonlijkheid wat ook een beetje past bij het Twentse, het ons kent ons. Wij kennen onze klanten graag en kun je op die manier ook je klanten heel snel van dienst zijn. Okay. Internet speelt een belangrijke rol in je leven, want daar is je werk op gebaseerd. Ja. Als je nou 's avonds thuis komt of in het weekend, zit je dan ook nog te internetten of doe je nog andere dingen? Ja, nee. Nee, ik doe wel andere dingen, maar wel heel veel. Ja, je merkt ook, met name als je op vakantie gaat en je hebt je iPhone even niet bij je, of je kunt even niet je mail kijken, dat je eigenlijk een beetje onthand voelt. Okay. Ja. Je hebt gestudeerd in Twente, je woont, je werkt in Twente. Ja. Wat betekent Twente voor jou? Twente is echt een prettige leefomgeving. Kijk maar hier om je heen. Ik vind Enschede qua stad is een fantastische omgeving. Het is een mooie werkplek ook. Het ons kent ons gevoel vind ik past echt bij Twente. En het werkmentaliteit is gewoon heel prettig van de medewerkers hier. Oké. Nou, het is mooi om mee af te sluiten. Bedankt voor dit interessante gesprek. Graag gedaan. Voordat ik ga praten met Veerk Faber van de World Trade Center Twente, gaan we eerst kijken wat Twentse wel voor ons in petto heeft. Als favoriete object uit ons museum heb ik gekozen voor de badpakken. En we staan hier bij de badpakken. Ik vind ze echt heel bijzonder, omdat ze zo verschillend zijn als wat we nu dragen. Gelukkig ook maar, als ik dit zo bekijk. Het zijn hele charmante modelletjes die gedragen werden in Boekelo bijvoorbeeld. En daar zie je ook in onze collectie ook weer ansichtkaarten van terug en ook filmpjes van terug. Dat men dus in de jaren 60, toen de vrije tijd zich meer ging ontwikkelen, dat mensen dus ook meer vrije tijd kregen, daar naartoe gingen om tijdens warme dagen verkoeling te zoeken. Dit is een heel erg mooi 2K badpak, een gebreid badpak. Dat ziet er allemaal nog redelijk uit op het moment dat het droog is. Maar als mensen uit het water komen, dan kun je je voorstellen dat het allemaal wel is wat wil gaan zakken. Dat had ik wel willen zien. Wat leuk is ook om bij dit badpak te vertellen, is dat het van een dusdanig formaat is dat daar niet de slankste dame in heeft gezeten. En dat we voor dit object dus ook een speciaal torso hebben moeten laten maken. En dat is eigenlijk ook wel duidelijk te zien. Hiernaast zien we een iets slanker silhouet. En dat geeft toch weer een ander beeld bij. Hieronder zien we dan nog een kinderbadpakje. Ook heel schattig met de pijpjes. En ja, ik vind het zo leuk om te zien. Het zijn gewoon hele normale gebruiksvoorwerpen. Waar we nu wel misschien wel een stuk of 3-4 exemplaren van in de kast hebben liggen. En voor toen was het gewoon heel bijzonder. En was je blij dat je er een had. Mocht je er geen kunnen kopen, werd mij nog verteld door de conservator, kon je er één zelf breien en daarvan stonden dan weer ontwerpen in de damesbladen. Nou, ik heb nog nooit mijn eigen badpak hoeven breien, gelukkig. Maar dat werd dus vroeger wel gedaan. Ja. Het WTC Twente is eind 2008 opgericht in Hengelo en maakt onderdeel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 300 vestigingen in 100 landen.
Het WTC Twente zit nu nog in de Heren van Twente in Hengelo. Vanaf 2013 krijgt het een centrale plek in het voormalige ROC en MTS-gebouw bij het toekomstige Centraal Station Twente, ook in Hengelo. Als onderdeel van het project Hart van Zuid wordt dit stationsgebied compleet vernieuwd. Het WTC Twente bevordert de internationale handel bij bedrijven in het verzorgingsgebied Twente en het Duitse deel van de U-regio, waaronder ook Münster en Osnabrück. Er wordt samengewerkt met andere sterke initiatieven in Oost-Nederland, zoals het kennispark bij de UT en het innovatieplatform in Twente. Ook dit bedrijf laat zien dat Twente onderneemt. Mijn volgende gast is Freek Faber, directeur van het World Trade Center in Twente. Dat is mijn eerste vraag. Wie is Freek Faber? Freek Faber is 44 jaar, woonachtig in Hengelo. Hier 6 jaar geleden naartoe gekomen in Twente. En verschillende dingen gedaan bij de gemeente Hengelo. Daarvoor bij een aantal andere gemeentes, altijd op het ruimtelijk-economisch vlak. En nu sinds april vorig jaar directeur van het World Trade Center Twente. Okay. World Trade Center, dat klinkt heel groot. Wat is een World Trade Center eigenlijk? World Trade Center is een plek waar partijen samenkomen, internationaal georiënteerd, met als doelstelling, hoofddoelstelling, stimuleren van de internationale handel. En eigenlijk moet dat uitgroeien in het Euregio-gebied, wat ons verzorgingsgebied hier is, tot het internationaal economisch anker van de Euregio. En als partijen een vraag hebben over het zaken doen met het buitenland, dat er één plek is waar ze ook terecht kunnen, dat is het World Trade Center. Okay. En de doelstellingen voor het World Trade Center voor onze regio, wat zijn die specifieke doelstellingen? Ik denk dat het belangrijk is dat bedrijven meer internationaal ondernemen. Wij blijven daar als Nederland wat achter bij omringende landen. En als Twente blijven wij weer wat achter bij Nederland, de rest van Nederland. En er is een onderzoek geweest dat bedrijven die internationaal ondernemen beter presteren dan bedrijven die dat niet doen. Dus wij willen het wat makkelijker maken voor die bedrijven in de regio. Dus dat is een Nederlands en een Duits deel van de EU-regio om die sprong over de grens te maken. Oké. En welke activiteiten organiseert het World Trade Center voor hun deelnemers? We hebben verschillende activiteiten. We hebben een groeiende businessclub met nu 125 leden, waarbij ook communities ontstaan over het samenwerken en ook het kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van internationale handel. Zo hebben we een themagroep olie- en gasindustrie. We hebben Trade Information Service, dat doen we samen met de Kamer van Koophandel en met Sintens. We proberen wereldwijd vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Dan hebben we de Trade Education Services op het gebied van scholing. Dan hebben we de Group Trade Missions, de in- en uitkomende handelsmissies. En deelname aan beurzen en tentoonstellingen en bijeenkomsten. Oké. Okay. Kan iedereen nou lid worden en toetreden tot een World Trade Center? Nou, wij specificeren ons op de bedrijven die internationaal georiënteerd zijn. Dus dat betekent dat mensen die de sprong willen wagen over de grens starten op de internationale markt, maar ook bedrijven die al internationaal ondernemen en in andere landen willen opereren, die zijn met name welkom. En de focus hebben wij daarbij ook wel op kennis en technologie, wat hier natuurlijk ook veel in de omgeving is. Oké, okay. En je noemde al het regiogebied, dat is iets breder dan alleen Twente. Ja, dus Twente is Achterhoek, maar is ook het Münsterland en Osnabrückerland aan de Duitse kant. Oké. Okay. Je bent altijd ambtenaar geweest. Hè? Je hebt gewerkt in Middelburg, in Coevorden, ja. Nu in Hengelo. Is het niet een hele grote overstap naar het bedrijfsleven toe? Nou, ik heb altijd in functies geopereerd op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven. Hoofd economische zaken, strategisch adviseur. En nu maak ik nog meer de stap richting het bedrijfsleven. Dus dat is best wel spannend, pionieren en dingen op te zetten. Oké. Okay. Samen met Saxion hebben jullie ook een afdeling Trade Education opgezet. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Klopt. Nou, bedrijven die willen starten op de buitenlandse markt, die denken van, goh, waar moet ik beginnen? En wij proberen in een aantal lessen dat helder te maken met docenten van Saxion en ervaren mensen vanuit het bedrijfsleven van de businessclub. Dan gaat het over international marketing, dan gaat het over entree-strategie, dan gaat het over culturele verschillen. En op die manier proberen we in een korte periode bedrijven te behoeden voor valkuilen. Oké, okay, interessant. Naar Drenthe en Zeeland werk en woon je nou in Twente. Dus mijn vraag is, wat is je band met Twente? Dat ik er woon en dat ik er werk. En dat is wel mooi. En die combinatie is ook heel mooi hier. We maken hier prachtige dingen. En
in een prachtige omgeving. Dat moeten we eigenlijk wat meer naar buiten brengen. Daar probeer ik ook mijn steentje aan bij te dragen van het World Trade Center Twente. En we hebben een werkgroep Twente Internationaal die zeggen van het is high-tech concepts for a better living. Nou, dat vind ik wel een mooie frase, hoe we dat samenvatten. Oké. Ferry, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze aflevering kunt u terugzien op onze website twenteonderneem.tv en op YouTube. Graag wil ik mijn gasten bedanken. Raoul Werger van Auxilium uit Enschede en Freek Faber van het World Trade Center in Hengelo. En natuurlijk ook Twentse Wellen, waar we vandaag de gast waren. Graag tot volgende week bij Twente Onderneemt.